is bekend dat alle inlichtingendiensten ter wereld agenten van de tegenstander trachten in de val te lokken en om te keren, om het in het vakjargon te zeggen. Het omkeren van agenten bestaat hierin dat men, zeker in oorlogstijd, een gevangen agent van de vijand voor de keuze plaatst. Ofwel wordt hij terechtgesteld, ofwel aanvaardt hij onder dwang voor het andere kamp te werken. Aanvaardt hij dat, dan kan de ene partij met hem een spel beginnen waardoor hij in feite tegen zijn vroegere opdrachtgevers werkt, maar doet alsof hij nog steeds in vrijheid is en voor hen werkt. De Duitsers hechten hierbij groot belang aan het omkeren van radiooperateurs die door een of andere Britse dienst naar bezet België waren gestuurd. Zij hadden immers rechtstreeks telegrafisch contact met Londen, zodat aangehouden operateurs die aanvaarden voor de Duitsers uit te zenden, de Britten onmiddellijk konden misleiden. Tussen juni 1940 en augustus 1944 stuurden de Britse diensten in samenwerking met de Belgische regering 278 agenten naar bezet België. Ongeveer de helft daarvan waren radio-operateurs, in het vakjargon ook wel pianisten genoemd. Deze agenten stonden in dienst van de Intelligence Service, de Britse inlichtingsdienst, of van de dienst voor psychologische oorlogvoering, of van de dienst voor ontsnapping, of ook nog van de Special Operations Executive. SOE was belast met het aanwakkeren van de sabotage en het gewapend verzet in de bezette gebieden. Een van de eerste SOE-agenten was Terrier. J'étais parachuté en Belgique la nuit du 2 au 3 mars 1942. Et quelle était votre mission ici en Belgique? Mais ma mission, je devais donc en tant que radio me mettre à la disposition d'un certain Georges Absil à Bruxelles par l'intermédiaire d'une jeune femme qui s'appelait Fernande. Et qui se trouvait à Bruxelles? Et qui avait un petit établissement de boissons à la rue du Chapelier. Un café? Un café, oui, à Bruxelles. Ah oui. Et vous l'avez trouvé? Je l'ai trouvée, oui, après mon parachutage. Je suis donc allé pour la contacter et elle n'a pas compris le mot de passe. C'est-à-dire, j'avais un mot de passe qui constituait, je devais poser la question à Fernand, est-ce que Georges vient encore jouer du billard? Mm-hmm. Et il y a fait effectivement dans ce petit établissement un billard. Donc, ah, oui. Oui. Mais elle n'a pas compris ce salut, hein. Elle n'a pas donné de suite à ça, elle dit qu'elle ne comprenait pas, etc. Et je ne voulais évidemment pas dévoiler que j'étais un agent britannique, tout ça, ça je ne voulais pas dire. Je suppose que vous étiez un tout petit peu déçu. Je commençais à être un peu déçu, oui. Ne sachant pas où aller, étant donné que je n'avais pas contacté l'homme pour qui j'étais destiné, j'ai finalement décidé d'aller chez mes parents, les seules personnes en qui je pouvais tout de même avoir entière confiance. Et c'est comme ça que je me suis rendu 211 avenue du Roi Albert, à Neder-Overeembeek, chez mes parents. Ah oui. Et alors, vous avez quand même essayé de trouver ce Georges Absil? J'ai essayé dans le bottin, j'ai cherché son nom, j'ai trouvé une adresse, Georges Absil, 2 ou 3 rue Champ de Mars, et j'ai téléphoné là, et là une personne qui m'a répondu au téléphone, qui n'était pas rentrée depuis la guerre. Alors, je n'ai évidemment pas insisté. Mais le problème pour moi était maintenant de prévenir Londres, étant donné que mon poste émetteur était encore enterré près de Velin, entre Rochefort et Velin, et qu'il fallait donc aller le chercher. Mais je n'avais pas dit à mes parents que j'avais été parachuté en rentrant chez moi. J'avais dit que je venais de France. Mais après, j'étais dans l'obligation de leur dire que ce n'était pas vrai, que je venais d'Angleterre et que je devais absolument envoyer un télégramme en Angleterre pour dire que je ne pouvais pas contacter le monsieur que je devais avoir. Vos parents, comment ont-ils réagi alors? Mais d'abord, maman, évidemment, je comprends fort, elle disait, mon garçon, dans quoi est-ce que vous vous êtes lancé maintenant? C'est très, très dangereux, cette histoire-là. Je me rappelle en 14-18, on arrêtait comme ça des gens, on les fusillait, tout ça. Ben, je dis, oui, maman, mais enfin, c'est pas pour longtemps. Mais il faut tout de même que je mette un télégramme ou deux ici pour savoir ce que je devais faire. Et votre père? Mon père, il était évidemment... Qu'est-ce qu'il faisait votre père? Mon père, il était machiniste au chemin de fer. Ah oui. Alors, assez dangereux pour lui, non?
C'était très dangereux, d'autant plus qu'il avait déjà eu deux, trois sabotages aussi. Il était un peu, comment dirais-je, aussi marqué par toutes ces choses-là. Et il me disait, il faut être très prudent, hein, je veux bien, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps ici à la maison, parce que hein, je n'aime pas d'avoir trop d'ennui. Mais enfin, il a consenti. Enfin, il a consenti. Je suis allé chercher mon poste et j'ai émis de chez mes parents un premier télégramme en Angleterre en disant, voilà, tu es bien arrivé, etc., après, il contactait Fernande, hein, Fernande ne comprend pas, etc. Et que vous n'aviez pas su trouver Georges Absil. Et que je n'avais pas su trouver Georges Absil. Alors, Londres m'a répondu en disant, bon, bon travail, etc., oubliez affaire Absil. Rendez-vous à Astières, chez le secrétaire communal, M. Binet, et essayez d'avoir des informations. Vanzelfsprekend zonden de radio-operateurs hun berichten in een afgesproken codetaal uit. Anders zouden de Duitsers meteen de inhoud van het telegram hebben gekend. Het coderen gebeurde door het omzetten van echte letters in andere letters, zodat enkele zinloze groepen letters werden uitgezonden met morsetekens. Colonel Van Poeke, u heeft in uw boek over het geheim leger in West-Vlaanderen ruime aandacht besteed aan de geheime radioverbindingen tussen het verzet en Londen. En die boodschappen werden gecodeerd. Kunt u kort uitleggen waarom die gecodeerd werden en waarin die code bestond? Zodra dat men begonnen is met uitzenden van radioberichten, en het was in 1418 al het geval, heeft men begonnen met het coderen, dus het onleesbaar maken van de berichten voor degene die niet wist hoe dat dus het systeem van het coderen in elkaar zat. Toen in 1940-41 men begon agenten naar het vasteland te zenden vanuit Engeland, dan had men in feite geen speciale codeersysteem, behalve deze die in de oorlog 1418 gebruikt werden. En dat eerste systeem noemde men de Playfair. En die Playfair was een codesysteem in gebruik bij de SIS. Bij de Special Intelligence Service of de Secret Intelligence Service, ook MI6 genoemd. En die dan overgenomen werd door de SOE, Special Operation Executive. En daarvoor moest de agent een sleutelwoord kennen. Hij moest dat sleutelwoord onthouden en dat sleutelwoord was in principe alleen door hem gekend en door dus Engeland gekend. Het was dus een fout. Als die agent hier dat sleutelwoord mededeelde aan een of andere weerstander die met het radio-uitzenden niks te zien had, hij moest het dus voor zich houden. Dat sleutelwoord moest hij plaatsen in een vierkant, met vijf letters op vijf, dus 25 letters. De ontbrekende letters die niet in dat sleutelwoord voorkwamen, moest hij erbij invullen en al dus kon hij dus een bericht vercijferen. Dat is een heel eenvoudig systeem dat de crypto-analisten heel gemakkelijk konden doorbreken. En als men de agent gevangen genomen had, als men hem folterde of onder druk zette, dan was het heel dikwijls dat hij dat codewoord loste. En een keer dat de Duitsers dat codewoord kenden, konden ze zelf dus berichten opstellen en eventueel uitzenden naar Engeland, zoals het zou gekomen zijn van de agent zelf. In 1941 schakelden de Britten over naar een complexer codesysteem, dat van de double transposition, of van de dubbele rechthoeken. Dat systeem werd tot 1943 gebruikt. Dat was ongeveer iets zoals die Playfair, maar veel meer ingewikkeld. En men moest
een sleutelzin hier kennen. En die sleutelzin die moest veranderen bij elke bericht dat men opstelde. Hoe ging men die sleutelzin nu onthouden, of hoe ging men die sleutelzin nu vastleggen? En wel, daarvoor gebruikte men een boek. En men moest dus een boek hebben, identiek bij de agent en identiek in Engeland. Hetzelfde uitgave, het gaf er niet om welk soort boek dat het was. Dat kon een roman zijn, dat kon een kookboek zijn, dat was een gelijk welk boek. Maar het moest identiek hetzelfde boek zijn. En de agent moest dus om die sleutelzin die hij ging gebruiken voor het vercijferen, die moest minstens 10 letters tellen en maximum 26 letters. En hij moest die dus ergens uitzoeken uit dat boek. Voordat Engeland het zou kunnen ontcijferen, moest hij opgeven de pagina, de lijn en het aantal letters die hij gebruikte voor het versleutelen. Dat kon hij dus combineren in een getal dat hij moest verwerken in zijn bericht en die dus elke keer veranderde. Het gebeurde ook dat men na een zekere tijd vond dat dat boek zeer gevaarlijk was. Want als men ergens bij een inval deed en men kon de radio bemachtigen en zelfs als de operateur had kunnen ontsnappen en men vond dat boek, dan kon men aan de hand van dat boek weer ontcijferen en misschien weer valse berichten opstellen. Dus die kwestie van dat boek was tamelijk gevaarlijk en men heeft dat na een zekere tijd vervangen door een gedicht. Dus de agent die moest een gedicht van buiten kennen. Dat gedicht was natuurlijk in Engeland geweten en daaruit moest hij dan weer bepalen welke regel dat hij nam, het aantal letters en zo meer. Ongeveer dezelfde manier als het boek, maar het was dus minder opvallend en minder gevaarlijk om bij te hebben, vermits dat het in zijn hoofd moest houden. Een derde geval dat men dan nadien, een derde methode die men toegepast heeft, dat was in plaats van dat gedicht en in plaats van dat boek, dat men een zijdelapje meegaf waarop dat die code stond die hij moest gebruiken. En dat was dan niet meer een zin, dat waren willekeurige letters achter elkaar. Als men nu die agent gevangen nam, in de twee eerste gevallen kon men door de druk hem te laten vertellen welk boek dat hij had, ofwel het gedicht toen opzeggen, zodat men dus kon ontcijferen. Terwijl als hij de tijd gehad had om dat lapje met al die letters, met die code op te vernietigen, of dat hij het had kunnen wegstoppen, dat men niet vond, hij zelf wist het niet meer, want het veranderde het elke keer. Hij kon het dus niet verder uitbrengen. Het was dus een zekere veiligheid al voor de berichten die zouden verstuurd worden, om zeker te zijn dat ze dus verstuurd werden door de agent en niet door de Duitsers. Ondanks deze veiligheidsmaatregelen was het werk van een radiooperateur vol risico's. De Duitsers wisten natuurlijk ook dat de Britten geheime agenten naar de bezette gebieden stuurden. De abweer had een speciale dienst, de Funk-abweer. Die legde haar oor op alle mogelijke golflengten te luisteren en kon met gespecialiseerde apparatuur geheime zenders uitpeilen, lokaliseren dus. Het opsporen van een zender, dat kan gebeuren, of dat kon gebeuren door het feit dat men in Parijs een luistercentrum had, een afluistercentrum. En daar waren er ongeveer 300 ontvangers geïnstalleerd, die elk een bepaalde frequentie afzochten. En het was zelfs automatisch dat het ging, van zodra dat er een zender ergens begon uit te zenden, op een bepaalde frequentie, kon men dat zien en men verifieerde dat onmiddellijk om te zien als dat geen eigen zender was. Van een zender die een Morse uitzendt, als dat nu een Duitse zender was of een Engelse zender, men kan daar het verschil niet zien. Dus daar wist men dat de Duitsers op een bepaalde frequentie uitzonden. Zag men dat men op die frequentie uitzond, dan was er veel kans dat het een Duitse post was. Maar vond men plotseling een zender die uitzond op een frequentie die niet behoorde tot die van de Duitsers, met een roepnaam die ze niet kenden, dat was dan waarschijnlijk een vijandelijke zender. Dan werd dat overgemaakt
per telefoon, want men had daar rechtstreeks lijn naar verre drachthonio's. En die waren in Brest, in Nuremberg en in Berlijn. En door de richting te kunnen bepalen van waaruit dat zij vanuit hun plaats die een zender hoorden, kon men een driehoek vormen. De volgende keer, als ze die zender weer hoorden, dan schakelden ze mobiele posten in, mobiele goniostations in. En die mobiele goniostations, die konden dan weer met insnijdingen, van waar dat ze dus de post konden horen, tot ongeveer 1 kilometer naderen. Maar als het gebeurde in een stad of in een huizenblok, moest men dan het juiste huis bepalen. En dan moesten er mensen uitstappen, die dan meestal met wijde mantels aan, en die dan draagbare veldsterktemeters mee hadden. En die konden dan gaan tot dichtbij de huizen die ze vermoeden, dat dus uitgezonden werd. Zo gebeurde ook met Terrier. Op 4 april 1942 seinde hij in het huis van zijn ouders in Neder-Overheenbeek een lange boodschap naar Engeland. J'ai envoyé ce télégramme en deux fois parce qu'il était assez long. Et j'ai le vendredi, je me rappelle très bien, à 11h, j'avais un contact à 11h. Du matin. Le matin, oui, et j'ai commencé à envoyer la première moitié. Et la seconde moitié, je l'ai envoyée le soir. Et c'est au moment que j'ai envoyé cette seconde moitié, le soir, que mon père est venu me prévenir qu'il y avait une circulation dans la rue, des camions qui circulaient et qu'il entendait comme des voix de militaires allemands. J'étais repéré. J'ai alors en vitesse terminé mon message en accélérant un peu ma manipulation et je n'ai pas attendu plutôt que le signal de reçu des Anglais. Donc, vous n'avez pas passé... disons, les signaux conventionnels de fin d'émission. Non, étant donné que j'avais pas le temps, j'étais dérangé, je ne l'ai pas fait. Alors, j'ai pris mon poste, j'ai tout mis dans mon poste, mon message. Tout mis, quoi ça? Mais c'est-à-dire mon message... Que, chiffré. Dans la mallette de mon poste. Dans ma mallette de mon poste, plus la grille que j'avais besoin aussi pour chiffrer. Ah, les instructions. Les instructions, oui. Indispensables pour vos contacts. Oui. J'ai mis tout ça dans ma petite valise et j'ai glissé cette petite valise en dessous d'un buffet qu'il y avait dans la cuisine. Et j'ai éteint la lumière et mon père et ma mère sont retournés dans leur lit. Oui. Alors je suis allé à la porte, à l'extérieur. J'ai ouvert la porte, j'ai vu personne. Du jardin. Parce que j'avais une cachette dans le jardin où je mettais mon poste. Et mon arme était là aussi, mon pistolet était là. Alors je voulais aussi d'abord aller prendre mon pistolet, hein, pour éventuellement me défendre. Et dégager la terre pour pouvoir mettre mon poste. C'est à ce moment-là que deux Allemands de la Geheimpelpolizei ont surgi du jardin du docteur Berthelemy, de la maison à côté, et m'ont maîtrisé. De aanhouding van Terrier vond plaats op 4 april 1942. Ook zijn ouders werden aangehouden. Op zich was het onvoorzichtig dat een agent bij familieleden uitzond of zelfs contact met hen zocht. Londen waarschuwde de agenten daarvoor. Al gauw zou trouwens blijken dat de abweer de aanhouding van Terriers ouders als chantagemiddel gebruikte. Ils m'ont alors mis à la prison de Saint-Gilles. J'étais donc le vendredi et le lundi, on m'a sorti de la prison de Saint-Gilles et on m'a conduit à la rue Bayard. À la rue Bayard, je suis arrivé à l'étage supérieur. Et là, il y avait un opérateur allemand, un soldat, un Feldwebel allemand, qui était un opérateur de radio de métier, qui était là avec mon poste. Et il y avait aussi à côté du poste un message chiffré. Et alors le bonhomme de la PUER, l'officier de la PUER, là, de la Geheimpelpolizei, m'a dit, voilà, maintenant, ou bien vous émettez ce message, et hein, vous aurez la vie sauve, et vos parents aussi, ou bien vous ne le mettez pas. Hein, et vous savez ce qui vous attend, et nous les mettrons, parce que ce monsieur qui est à côté de vous, hein, il est très capable de le faire. Et si vous ne vouliez pas marcher, qu'est-ce qu'il a dit? Et si je ne marchais pas, il dit alors vous serez évidemment fusillé. Et vos parents, s'ils échappent, hein, ce sera un miracle. Het was voor de Britse diensten natuurlijk van zeer groot belang te weten of een radio-operateur in vrijheid uitzond. Om dat te kunnen nagaan, werd aan elke operateur voor zijn vertrek een security check,
een soort veiligheidsteken meegegeven. Al naar gelang dat teken al dan niet voorkwam in de berichten die hij uitzond, kon Londen, theoretisch althans, bepalen of hij onder dwang uitzond. Soms moesten de agenten security checks inlassen in berichten die ze in vrijheid uitzonden. Dans le message, nous avions ce qu'on appelait la lettre secrète. C'était une lettre que l'on introduisait dans le texte à, pour moi c'était la 19e lettre ou un multiple. Et la faute faite en changeant la lettre du texte prouvait que j'étais donc en liberté et que j'émettais librement. Na een zekere tijd had men opgemerkt in Engeland dat die agenten, als ze onder druk kwamen te staan van de Duitsers, meestal een security check prijs gaven. En daarom hebben dan de Engelsen een systeem uitgedacht waar dat er dus twee checks waren. Hetgene men noemde een true check en een bluff check. De Duitsers die in het begin niet wisten dat er twee waren, hè, die probeerden van die security check te weten te komen van de agent. En na een zekere tijd, want hij moest dat ook niet, natuurlijk niet te rap doen, dan gaf die agent zijn bluff check prijs. Dus als de Duitsers nu wilden uitzenden en ze wisten dat als die security check, die zij niet wisten dat het een bluff check was, in een tekst moest voorkomen, dan plaatsten ze die erin. En dan dachten ze, Engeland zal niet weten dat hij onder druk uitzendt. Maar wat ze niet wisten was dat er een tweede check was. En die tweede check mocht hij nooit prijsgeven. Dus men vond, en dan liet hij die check weg, de agent. En als hij die tweede check wegliet, zag men op een zeker ogenblik, als men het bericht in Engeland aankwam, zag men dat de true check er niet in voorkwam, maar wel de bluff check. En dat was dan de naleiding of een teken dat hij waarschijnlijk onder druk uitzond. Maar zekerheid gaf dat eigenlijk niet? Maar dat gaf geen zekerheid, want een agent die uitzond, die kon gestoord worden, het zij door de Duitsers, het zij door atmosferen of omstandigheden, door allerlei zaken, zodat de tekst, als die in Engeland aankwam, dikwijls zelfs heel onleesbaar was, en daarin dan nog die foutieve of de juiste check invinden was zeer moeilijk. Je suppose, monsieur, que vous avez quand même essayé d'alerter Londres. Oui, effectivement. La façon dont j'avais terminé mon dernier message n'était pas une façon normale. Donc les Anglais devaient déjà soupçonner et s'inquiéter. Deuxièmement, j'ai mis de la main gauche plutôt que de la main droite, comme je faisais d'habitude. Ça changeait la manipulation. Troisièmement, je pensais que les Allemands n'étaient pas au courant de ma lettre secrète et n'ont de ce fait pas changé la 19e lettre. Terrier verkeerde dus blijkbaar in de mening dat de Britse diensten konden weten dat hij aangehouden was. Maar dat is volstrekt niet zeker. Die Britse diensten hebben na de oorlog toegegeven dat hun beveiligingssysteem, en zeker dat van de SOE, verre van volmaakt was. Met het opnemen op plaat van het handschrift van de radiooperateur, waardoor vrij grote zekerheid bestond over diens identiteit, werd pas in 1943 een begin gemaakt. Dat was overigens niet zo belangrijk, vermits de Duitsers erop stonden dat de aangehouden operateur zelf uitzond. Als je nu met al deze omstandigheden rekening houdt, kan men makkelijk begrijpen dat het ook voor Londen moeilijk was te weten of een agent al of niet in vrijheid uitzond. Mais comment expliquer, monsieur, que Londres restait en contact avec vous? Est-ce que Londres ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait avec vous? Mais, je pense qu'il y a deux possibilités. La première, c'est que Londres s'en est rendu compte et comme convenu lors de l'instruction, il continuait à émettre et à demander des informations aux Allemands, sachant qu'effectivement ce poste était donc dans les mains des Allemands et ça servait donc en somme de contre-espionnage. Deuxième hypothèse, les différents éléments qui auraient dû les prévenir sont passés inaperçus. Je dois dire aussi que à la réception des télégrammes à Londres, le personnel qui était
désigné pour recevoir le télégramme de l'Europe entière était certainement à certains moments submergé et il est possible que là il y a eu quelques défaillances. Vast staat dat een Belgische inlichtingsdienst enkele weken na de aanhouding van Terrier Londen hiervan op de hoogte heeft gebracht. Maar dit bericht kwam bij de Intelligence Service terecht en niet bij Terriers opdrachtgever, de SOE. Misschien heeft de Intelligence Service de SOE hiervan niet op de hoogte gebracht. Als het wel is gebeurd, heeft de SOE het uitsturen van boodschappen naar Terrier misschien niet onmiddellijk willen stopzetten om hem niet in gevaar te brengen. Want als de Britten het radioverkeer plots zouden hebben stopgezet, zouden de Duitsers argwaan hebben gekregen. De agent ervan verdenken de Britten in het geheim te hebben gewaarschuwd en hem alsnog terechtstellen. Dit was in alle gevallen het lot van aangehouden radiooperateurs die weigerden mee te werken. Zij die wel hadden aanvaard, genoten bepaalde voordelen waarvan ze soms gebruik maakten om op hun beurt de Duitsers te misleiden. Dans un premier temps, c'est maman qui a été libérée. Et puis après 15 jours, je ne saurais plus dire exactement, mon père a été libéré après que j'ai dit aux Allemands où était cachée mon arme. Et vous pouviez voir vos parents? C'est-à-dire, quand j'avais été arrêté, j'étais très sommairement vêtu. Et alors j'ai demandé aux Allemands si ma maman ne pouvait pas m'apporter un costume. Dans un but bien précis? Dans un but très précis. D'abord pour essayer tout de même de savoir un peu ce qui se passait. Si effectivement maman était toujours en liberté. Et ensuite, je voulais lui remettre un message que j'avais préparé. C'est une lettre innocente, on appelait ça une lettre innocente, par laquelle je prévenais les Anglais de la date de mon arrestation. Et cette lettre était envoyée en Angleterre via la Suède à l'adresse Gordgatan 81A, etc. En code? En code, bien sûr. Alors, comment est-ce que vous avez pu passer cette lettre à votre mère? Maman est venue me rendre visite à la rue Traversière. Elle m'avait apporté un costume. Mais je suppose que les Allemands étaient présents. Les Allemands étaient présents. Ils regardaient évidemment tout ce que je faisais. Probablement qu'ils avaient bien fouillé maman quand elle est rentrée. Mmh. Mais moi, je sortais donc de la prison. Ils ne m'ont pas fouillé quand je suis rentré là-dedans. Et j'avais donc ce message dans ma poche. Et alors, j'ai fait certains signes à maman. Elle a compris. Quand elle est partie, elle s'est levée et elle avait mis son parapluie accroché à la chaise. J'ai dit à maman, n'oublie pas ton parapluie. J'ai pris le parapluie et j'ai laissé tomber le message dans les baleines du parapluie et maman est sortie avec ça. Et sur ce message, j'avais dit, il faut bien recopier exactement tel que et à l'adresse indiquée. Vous n'avez pas eu des leçons de prestidigitation? C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, je faisais amateur de la prestidigitation et maman me comprenait très bien quand je faisais signe, parce que maman était assez sourde. Quand je faisais signe avec mes yeux, elle comprenait ce que je voulais dire. Et la lettre là est arrivée à Londres? La lettre est arrivée à Londres. Et vous avez pu constater le fait que la lettre avait été arrivée? À un certain moment, les Anglais n'ont plus envoyé de messages, ils n'ont plus répondu, malgré l'insistance pour appeler Londres. Et alors un officier allemand qui est venu me voir à la prison m'a dit « Maintenant, ça va aller mal pour vous. » Van het ogenblik af dat de Britten bijna met zekerheid wisten dat een van hun agenten gevangen was, stopten ze dan direct met berichten uit te zenden? Nee, dat zou zelfs zeer gevaarlijk wezen voor de agent. Want een agent die meewerkte met de Duitsers was altijd onder druk. Er zijn misschien wel enkele uitzonderingen geweest waar dat een agent werkelijk moedwillig heeft meegewerkt met de Duitsers. Maar in de meeste gevallen was het omdat men druk op hem uitoefende. Zowel langs familiale kant of met andere zaken. Of omdat men zijn vrienden of de mens waarbij hij gelogeerd was aangehouden had. En had men vanuit Engeland plotseling moeten afbreken, dat kon dat betekenen dat die agent ergens ze verwittigd had. Dat hij een valse security check of iets dergelijks zou gedaan hebben.
En dan was het leven voor de Duitsers van die agent van geen enkel belang niet meer. En dan gingen ze die agent waarschijnlijk onmiddellijk naar een concentratiekamp zenden, ofwel zelfs fusilleren. Dus daarom de Engelsen om hun eigen agenten geen last te berokkenen, zelfs als ze bijna zeker waren dat hij onder druk zond, dan braken ze niet direct af, maar dan lieten ze wel het spel, zoals men zegt, uitdoven. Men gaf minder en minder inlichtingen, waren bepaalde keren dat men niet antwoordde en zo meer, maar dat duurde wel een zekere tijd. Maar onmiddellijk afbreken, praktisch niet. Op 29 april 1942 meldt Terrier de ontvangst van een nieuwe radiozender. De zender werd natuurlijk door de abwehr in ontvangst genomen en geëxploiteerd. Dat gebeurde via een agent van de abweerstelle Antwerpen. Als Philip heb ik dus contact opgenomen met Bernard. Bernard, dat was de vroegere afgesprongen agent. Bernard was geen telegrafist en hij verwachtte een telegrafist, want zonder telegrafist kon hij niet werken. Philip was de man die hem beloofd was door Londen. Ik heb de plaats dus van Philip ingenomen en hem gaan aanmelden bij Bernard. Die heeft u onmiddellijk aanvaard? Bernard heeft me zo aanvaard. Bij Bernard heb ik dan Buysart leren kennen. Buysart was een verzetsleider, een Belgische verzetsleider, die een clandestien blad uitgaf, De Vrijheid. Later is de afweer toegekomen van de drukker, de verspreider, de lezers, alles op te pakken dat ze in de documenten van Buysart gevonden hebben. Op 29 augustus 1942 werd een andere SOE-agent, Eugène Van Loo, recht in de handen van de abweer geparachuteerd. Zijn komst was via de zender van Terrier gemeld. Van Loo is afgesprongen in Lichtaard, met wapens, zender, al wat u wilt, en werd door mij persoonlijk gepakt. Ontvangen eigenlijk. Ontvangen. Hij dacht dat jij dus een verzetsman was. Hij dacht waarschijnlijk dat ik een verzetsman was. Ik heb met Van Loo gesproken, de weg van de plaats waar ik hem gevonden heb, tot daar waar de Duitsers wachten. Ik heb met hem over Engeland gesproken, waar hij opgestegen is, van de hoogte dat hij gesprongen was, wat dat hem bij had en zo. En op het ogenblik dat we op de open plaats waren, waar de Duitsers wachten, verscholen, heb ik mijn pistool getrokken, heb gezegd, Van Loo, je bent aangehouden, want we kenden zijn naam van Van Loo. Je bent aangehouden, Duitse politie. Van Loo is dan naar de Belgenlei gevoerd, bij de geheime veldpolitie, waar hij zijn eerste ondervraging had. Het was niet alleen het aanhouden van de mensen, maar ook in de ziel van de mensen die neerkwamen. Het werd hen verteld, maar Engeland speelt met u. Ze hebben absoluut niet het minste vertrouwen of prijs op uw leven. En dat werd ons zeer dikwijls verteld door onze, door de Duitsers die ons ondervroegen. Ze toonden ons eigenlijk, je hebt op de verkeerde man gebit. En dat was zeer hard te verdragen. Is het niet zo dat hij te kiezen had tussen gefusilleerd te worden of mee te werken? Dat is wel een feit. Van Loo was beroepsmilitair, dus die kende even goed de Duitse wetten als de Belgische wetten met de militairen. Hij was tenslotte afgesprongen achter de linies als spion, in burger, met wapens, centmateriaal. Dus Van Loo wist heel goed die de Duitsers alle recht hadden om te fusilleren. Bernard, nog Van Loo, hebben evenwel aanvaard voor de Duitsers uit te zenden. Beide werden in 1944 in Duitsland onthoofd. Op dezelfde manier vielen nog verschillende andere Belgische SOE-agenten recht in handen van de Duitsers. Op 26 augustus 1942 werden Jean Sterkmans en Nestor Botson in de Ardennen geparachuteerd. Zij werden opgewacht door wel een heel bijzonder onthaalcomité. Après tous les signaux convenus, les Allemands m'attendaient. Les Allemands vous attendaient? Les Allemands m'attendaient.
Mais comment t'expliquer cela? Vraisemblablement par un poste qui était dans les mains des Allemands, par un poste retourné, très vraisemblablement. Non, pas vraisemblablement, par un poste retourné qui était dans la main des Allemands. Manifestement. Manifestement, bien sûr. Oui. Et alors, qui était là à la réception? Les Allemands, vous dites, qui ça? Les Allemands. Autour de la plaine où nous avons sauté, il y avait des dizaines et des dizaines de soldats allemands que nous n'avons pas pu dénombrer parce que c'était la nuit, mais nous avons vu au moins 3 camions. Si on peut juger ce qu'on met dans un camion, vous avez une idée, et il y avait au moins une voiture particulière. Moi, de mon côté, j'ai été arrêté par un Allemand. Je vous expliquerai par après. Et mon ami Botson par un autre Allemand qui parlait tous deux excessivement bien le français et qui connaissait les mots de passe. Cet Allemand, je vais vous parler pour ma part, une fois que j'ai eu sauté, cet Allemand s'est approché, je ne sais plus si c'est en rampant parce que c'était la nuit, en me faisant pss, pss, pss. J'ai dit oui, je suis ici. L'homme s'est relevé, je le prenais pour un résistant belge. On a échangé quelques questions. Comment il ça va? Il parlait français? Parfaitement, avec un accent que je ne vais pas dire de wallon, mais un accent, disons, du terroir. Enfin, un francophone, c'était pas un bruxellois qui parlait français. Mais ce n'était donc pas un allemand? Oui, par après, je l'ai su. C'était un Belge qui était au service des Allemands, déjà de la Poire depuis 14-18. De ce personnage, on pourrait peut-être en reparler par après, comme ce n'est pas l'objet. Et son nom était Son nom était Berger, son nom allemand était Berger, mais son nom belge était Delchambre. Était Delgrange, je m'excuse. Ce Delgrange, je peux vous en dire deux mots, c'est un citoyen belge qui, à la guerre de 14-18, traquait déjà les soldats belges qui voulaient rejoindre la Hollande. À la débâcle de l'Allemagne, a rejoint l'Allemagne et a fait partie de l'Abwehr. Est rentré en Belgique, et en 40 bien sûr, et directement de l'Abwehr, c'était le bonhomme qui s'occupait de tous les agents radio retourné ou pas, mais qui avait tous les agents radio dans son service, qui s'en occupait du point de vue police. À ce moment, évidemment, vous ne saviez pas, mais vous l'avez su, d'autant plus plus tard. Il n'a pas donné sa carte de visite. De Abwehr exploiteerde natuurlijk ook de inlichtingen die ze kon loskrijgen van aangehouden verzetslieden en die ze bekwam via de radiozenders onder haar controle, met alle gevolgen van dien. We kregen ook inlichtingen uit Engeland. En dan kregen we inlichtingen van de verschillende verzetslieden die reeds aangehouden waren. En daar werd lijsten van gemaakt van die inlichtingen door de Duitsers. En op zeker ogenblik heeft dokter Stamer mij zo'n lijst gegeven en heeft gezegd, voilà. Stamer. Was uw chef in de afweerstellen Antwerpen? Was mijn chef in de afweerstellen. Die heeft me dus zo'n lijst gegeven en heeft gezegd, voilà, dat zijn waarschijnlijk weerstanders. Tracht u er contact mee te nemen. Infiltreren. Hmm. En dat was dus in Nederlands en Lier. En hoe is u daar kunnen infiltreren? Dat ging heel gemakkelijk, meneer De Wilnik. Als ik een boodschap wou laten doorkomen vanuit Engeland op Radio Londen, Radio België, dan deden ze dat en dan kon ik die weerstanders tegenvallen. Morgen om dat uur gaat die boodschap op Radio België komen. En die kwam erop. Veuillez écouter maintenant des messages personnels. Gabi, mange ta soupe, ma chérie. Message très important pour le chef de Gaël. Les lions sont terribles. Enfin, ça y est. Chic alors. Daar zijn er misschien wel enkele parachutages gebeurd door agenten, omgekeerde radio's die die parachutages verwekt hebben. Maar misschien daar waar dat ze het meest kwaad gedaan hebben, denk ik,
is dat bepaalde berichten uitgezonden werden langs de BBC, gewoonweg langs de radio, le message personnel, zoals we zeggen, dus persoonlijke boodschappen, en dat de Duitsers door een omgedraaide agenten het uitzenden van bepaalde berichten hebben veroorzaakt. En die berichten, als die uitgezonden worden door de Engelsen, waren voor de Duitsers bestemd, voor de Duitse infiltranten bestemd, om vertrouwen te wekken bij de verschillende weerstandsgroeperingen. Bijvoorbeeld, men nam contact met een weerstandsgroepering of met een bepaalde persoon. Die bepaalde persoon was zeer achterdochtig, wist niet als hij te doen had met iemand die werkelijk in contact stond met Engeland. Wel, men kon hem vragen, geef een bepaalde zin die de BBC moet uitzenden op een bepaalde datum. Ofwel, zegde men hem, kijk, als je ons niet gelooft, op die datum, om dat uur, zal de BBC volgende zin uitzenden. Dus als de Duitsers de mogelijkheid hadden om dat aan Engeland te vragen, dat dat zou uitgezonden worden, dan is het dus mogelijk geweest dat er bepaalde mensen vertrouwen gesteld hebben, in feite niet in agenten, Britse agenten of in mensen van de weerstand, maar in infiltranten van de Duitsers. Door aangehouden Britse agenten te gebruiken, konden de Duitsers op verschillende niveaus een spel spelen met de Britse diensten. Om te beginnen verkneukelden ze zich over het feit dat wapens, sabotagemateriaal, voedingsmiddelen en vooral geld, die voor het Belgisch verzet bestemd waren, recht in hun handen werden geparachuteerd. Het cynisme van de telegrammen die onder Duitse controle werden uitgezonden, spreekt hierover boekdelen. Het was zelfs zo ver dat de Duitsers begonnen te twijfelen dat er nog iemand in Engeland tegenover ons zat. Die zeggen, hoe is het mogelijk dat ze dat nog niet op hebben, die waren, dat wij zijn die zenden. Ze gingen zelfs zo ver dat ze op een bepaald ogenblik een hele boot getorpilleerd hebben om te tonen aan Engelsen, het was nog werkelijk. En er was geen enkele Duitser meer aanwezig op dat boot, er was het 's nachts gedaan, maar onmiddellijk, ze hebben ervoor gezorgd dat de illegale pers, als wel als de gewone pers, onmiddellijk dat bericht opnam, om dus te tonen aan Engelsen, ja, het is werkelijk, het is geen spel. En ze hebben veel zaken van deze aard gedaan. Tijdens de ganse duur van de bezetting hebben 17 Belgische radio-operateurs, die voor een Belgische of een Britse dienst werkten, aanvaard voor de Duitsers uit te zenden. Hierbij dient gezegd dat het niet enkel gaat om SOE-agenten, maar ook om operateurs die van de Intelligence Service of van andere Britse diensten afhingen. Als gevolg daarvan werden 10 andere agenten bij hun landing aangehouden omdat hun komst was aangekondigd via een zender die onder Duitse controle stond. In vergelijking met Nederland komt België er nog goed van af. In Nederland vielen immers niet minder dan 52 SOE-agenten rechtstreeks in Duitse handen. Onder hen heel wat pianisten, radio-operateurs dus. Op die manier konden de Duitse diensten een heel orkest tegen Engeland laten spelen. De oorsprong is relatief eenvoudig. Er werd op een bepaald ogenblik, en ik geloof dat het gaat rond de maand juni 41, of ongeveer deze tijd, werd er een agent die opgebracht werd in Londen, in die speciale spionageschool, die dus beschouwd is in de wereld als een van de modelscholen op dat gebied, die werd geparachuteerd. Maar die werd vastgepakt door de Duitsers als het gevolg van het bestaan van deze vertrouwensman, dus deze verrader, Anton van der Velde, die contact had in het zuiden van Nederland, in het grensgebied Putten, Bergen op Zoom, Breda. Die had een heleboel vrienden die patriotten waren. En hij had zich kenbaar gemaakt als ook een patriot, maar hij had reeds de Duitsers gecontacteerd met het voorstel, ik zou voor jou willen werken. Wat betaal je me daarvoor? Zelf, vrijuit, naar de Duitsers gaan. En die begon dus mensen aan te geven. En de Duitsers onmiddellijk vonden daar een mogelijkheid in. Hé, moesten wij ooit maar een pianist, dat is de naam die we geven aan de parachutisten die dus met de radio kwamen, moesten we alleen maar zo'n man kunnen vastgrijpen. En dat inderdaad gebeurde dan toen Hubert Lauwers gedropt was. En die werd dan aangepakt in een van de huizen waar hij aan het uitzenden was, als een gevolg van Anton van der Waalse actie. Eenmaal dat Lauwers gearresteerd was, werd hij gedwongen om onder toezicht van de Duitsers zijn dienst op te vatten en naar Engeland de messages te zenden. Dus hier Lauwers begon te zenden en hij toonde zeer ostensief dat hij werkte onder drang.
In Londen, de eerste keer, heeft dat niet opgepakt. Ook de tweede keer niet. En hij bleef doorzenden en Lauwers begon te hopen, wel, wat gaat er om? Ze beginnen terug te zenden en Londen en Lauwers begonnen geschiedenissen weer te zenden, van de ene kant naar de andere kant, tot ze eindelijk aanduiden, op een bepaalde dag gaan we een tweede parachutist neerzenden. Een tweede Lauwers. En inderdaad, Lauwers op een bepaalde dag wist dat Londen hem neergedropt had, dat hij opgepakt was door de Duitsers, en hij had hem zelf gezien in de gevangenis van Hagen. Hij wist dus dat Engeland niet bewust was van het spel van de Duitsers. Dat is dus het Engelandspiel nu in volle actie. Dat Engelandspiel is aan, heeft geduurd niet een week, niet een maand, maar 2 jaren. En meer dan 50 parachutisten zijn neergekomen in wat ze noemden de receptiecomité. De receptiecomité was de Duitsers. En al deze pianisten werden te werk gesteld onder dwang voor de Duitsers. Het is daarom dat met veel fierheid de Duitsers daarnaar verwezen hebben als het Engelandspiel, waar ze werkelijk met de voeten van de Engelsen gespeeld hebben. Excuseer mij de uitdrukking. Dat radiospel in Engeland, in Nederland gevoerd door de Duitsers, dus hetgeen dat gekend staat onder het Engelandspiel, dat heeft als doel gehad in feite om de Nederlandse weerstand uit te schakelen. En om dus de inlichtingendienst van de Nederlanders en van de Engelsen bezig te houden in Engeland. Tezelfde tijd heeft het ook gediend om materieel uit Engeland te krijgen, want er zijn duizenden wapens geparachuteerd geweest, zijn tientallen agenten aangehouden geweest, dus dat is het doel geweest van de Duitsers, uitschakelen van de inlichtingendiensten. En door dat uitschakelen kwamen ze dus ook in contact met de andere groepen van de weerstand in Nederland. Het zoeken van inlichtingen betreffende de mogelijke landing in Nederland was natuurlijk een bijkomend doel. Maar ik geloof niet dat men ooit serieus gemeend heeft dat de Engelsen of de Amerikanen zouden in Nederland geland zijn. In Nederland heeft dat Engelandspiel zeer lang geduurd, van ergens augustus 41 tot april 44, geloof ik. Hebt u daar een verklaring voor? Ja, ik denk dat het hoofdzakelijk geweest is in Nederland dat de inlichtingendiensten of de mensen, de code section van de Britten, want dat waren de Britten die decodeerden in Engeland, dat waren niet de Belgen of dat waren niet de Nederlanders of niet de Fransen, toch niet degene die werkten met Buckmaster van de F-section van Frankrijk, maar het waren dus Britten die decodeerden, dat die ofwel die security checks over het hoofd hebben gezien, ofwel die ze misschien eens medegedeeld hebben, en dat dan in de sectie van het land of in de inlichtingendienst van het land, dat men daar geen aandacht aan gegeven heeft. Maar wat Nederland betreft, is het heel zeker een feit geweest van nalatigheden, hoofdzakelijk in Engeland. En dan moet ik ook zeggen, als men objectief wil blijven, door de professionele bekwaamheid van de Duitse contra-inlichtingendienst, die de mensen kon omdraaien en die zeer goed op de hoogte was van de techniek van uitzenden. Veel minder bekend is het feit dat ook de Britse geheime diensten een dergelijk spel met Duitse agenten hebben gespeeld. Volgens een Britse officiële bron werden alle Duitse agenten die naar Engeland zijn gestuurd gevat en hebben zij aanvaard voor de Britten te werken. Tenminste 39 Duitse agenten verkeerden in dat geval en 16 onder hen waren radiooperateurs. In het 40-41 was het doel van de Engelsen, want we moeten zeggen dat dubbelspel van de radio's die omgedraaid werden, er was niet alleen de Duitsers die dat deden, er waren ook de Engelsen die dat deden. En alle landen doen dat. De eerste agenten die naar Engeland gezonden werden door de Duitsers, die werden door de Engelsen omgedraaid en die zonden vervalste berichten naar de Duitsers toe om hen te misleiden, omdat op dat ogenblik Engeland zeer zwak was en dat men een invasie van de Duitsers, Zeeleeuwen, operatie Zeeleeuwen, verwachtte
En men moest dus de Duitsers misleiden over de sterkte van de Engelsen. Enkele tijd nadien, als die landing niet meer acuut werd en dat men zag dat er geen landing meer ging komen in Engeland, dan hebben de Engelsen dit gebruikt om de Duitsers te misleiden. En die misleiding was dan hoofdzakelijk om de plaats en de datum van de invasie van de geallieerden op het vasteland te maken dat ze die niet konden weten, dat ze misleid werden, dat ze dachten dat het op een andere plaats ging zijn, vroeger of later. En is dat gelukt? En dat is totaal gelukt. Dat is totaal gelukt. In Frankrijk, waar men dus verschillende agenten heeft omgedraaid, radiooperateurs heeft omgedraaid, heeft men in Engeland het spel laten voortgaan, toch een tijdje, omdat men misschien wel zekerheid had, of toch een groot vermoeden had, dat die door de Duitsers gedwongen waren vanuit te zenden. Maar daar hebben ze dan gebruik van gemaakt, juist om valse inlichtingen door te geven en om de Duitsers te doen geloven dat de geallieerden zouden landen in Pas-de-Calais. En reeds in september 1943 onder andere was daar een gans plan opgezet in 1943 om de Duitsers te doen geloven dat dus een grote landing ging plaatsvinden. Deze operatie gaf men dan de codenaam Cockade. En Cockade bestond niet alleen uit informaties, valse informaties doorgeven, maar ook uit schijnlandingen die gedaan werden of bewegingen op zee en zo meer. De Britse diensten hebben uit de slechte ervaringen met het spel dat de Duitsers met hen speelden ook lessen getrokken. In 1943 werd het coderingssysteem aanmerkelijk verbeterd door de invoering van de One Time Pad. One Time Pad wil zeggen een systeem dat slechts éénmaal gebruikt wordt en waar men alle sporen van vernietigt na het versturen van het bericht. Om dit te kunnen doen, dan moest de agent beschikken over een codelapje, zoals we zeggen, een codelapje in zijde, waarop een horizontaal een alfabet stond en dan verticaal nogmaals een alfabet. Naast het alfabet in volgorde stonden er letters die lukraak geplaatst worden, maar dan toch met een zeker systeem dat ze geen twee keer voorkwamen onder dezelfde kolom. En dat waren dan de letters die hij moest gebruiken om te coderen. Dus naast dat codelapje op zijde die je moest hebben met die alfabetten, had hij dan nog een one-time pad sheet. Het was in feite een boekje met 5 bladzijden voor uit te zenden. En hij had een ander boekje, gelijkaardig, maar met verschillende codes, om te ontvangen. Die boekjes, die one-time pad sheet, moest hij daar de verschillende codes die daarin stonden gebruiken. En als hij dus de becijfering gedaan had, dan moest hij die uitsnijden, verbranden, vernietigen. Het boekje was in een speciaal papier gemaakt, dat als men het met een vlam aankwam, dan was het onmiddellijk verbrand. Daar liet geen sporen over. Zelfs als men het in het water deed, was het ook onmiddellijk opgelost. En het was zelfs onschadelijk als men het moest opeten, wat dat ook soms voorkwam, dat geen water of geen vuur in de nabijheid was. En als hij hoorde dat Duitsers aan de deur stonden, dan stak het eenvoudig weg in zijn mond en had hij het op. Dus die one pad sheet was dus een onmisbaar instrument om te kunnen coderen. En daarom hadden wij dus op microfilm groepen van 5 woorden van willekeur, en dat waren die woorden waren gevormd door willekeurige letters, die woorden hadden absoluut geen enkele betekenis. Ja. En dat diende als basis om ons codesysteem op te doen. Gelijk dat dus bijvoorbeeld staat, hier in eerste lijn hebt u de letters die wij op microfilm hadden. Daaronder schreven wij dan de tekst, zo bijvoorbeeld zoals ik hier schrijf. Ik schrijf eerst B, dat is bijvoorbeeld mijn codeletter om te zeggen ik ben het, die vrijwillig zendt. Ik werk niet onder dwang. Ja. En die letter die veranderde bij iedere uitzending. En dan begon ik met mijn tekst eronder te schrijven. Ik zal mij begeven op en
dan geef ik een referentienummer, A, B en enkele cijfers. Waarom? Wij hadden natuurlijk geen stafkaarten tot onze beschikking. Wij werkten op gewoon Michelinkaarten. Dus waren wij verplicht van de referenties van de Michelinkaart over te nemen en moesten we dan zelf de honderden meters uitmeten met een meetlat. En wat zond u dan precies uit? Nee, dit zeker niet, hè? Nee. En dan ook dit niet? We maakten dan een combinatie van de twee letters. We keken dus op ons kaart, niet waar? Daar staat bijvoorbeeld L en B. En als ik dan op een overeenkomstig rooster kijk, dan zie ik dat L en B overeenkomt met de letter T. Dus ik zend de letter T in de plaats uit. En zo werd het ganse bericht, niet waar, letter voor letter omgezet in een derde letter. Kregen we een nieuwe tekst die terug op niks trok, die geen enkele betekenis had, en die stuurden wij zo door. En eenmaal dat Londen zegde, kijk, het bericht goed ontvangen, dan knipten wij uit onze microfilm die we hadden, de letters uit die wij gebruikt hadden. Dus die werden verbrand, zodanig dat niemand geen spoor van hetgeen die verzonden was, kon opvangen. Verscheidene radio-operateurs die aanvaard hebben voor de Duitsers uit te zenden, werden na de oorlog tot buitengewone hechtenis veroordeeld door het Belgisch militair gerecht. Ze zijn inmiddels in eer hersteld. Terrier werd op 22 maart 1943 ter dood veroordeeld. Deze straf werd na het indienen van een genadeverzoek in 5 jaar gevangenisstraf omgezet. Terrier werd inderdaad naar Duitsland overgebracht, vanwaar hij in 1945 terugkeerde. Het is meer dan waarschijnlijk dat het Duitse krijgsgerecht bij de omzetting van zijn straf met bewezen diensten rekening heeft gehouden. Ten slotte had hij meer dan 8 maanden voor de afweer uitgezonden. Als gevolg daarvan waren 6 containerdroppings met wapens, explosieven en geld recht in Duitse handen gevallen. Het afwegen van de verantwoordelijkheid van omgekeerde radio-operateurs en van deze van de Britse diensten is nog altijd een delicate zaak. In de eerste plaats omdat nog niet alle elementen van het dossier beschikbaar zijn. Wat de Britse diensten betreft staat het vast dat tussen SOE en de Intelligence Service een zekere rivaliteit bestond en dat deze diensten elkaar niet genoeg inlichten. Dat bij de onervaren SOE nalatigheden werden begaan is eveneens zeker, maar ook de Intelligence Service had zijn eerste agenten uit 1941 verteld dat hun zenders niet konden opgespoord worden door de funkafweer en dat ze dus onbeperkt konden uitzenden. De opleiding van de vroege agenten was vaak ontoereikend. De kans tot recruteren was trouwens niet zo groot, want onder de al niet zo talrijke Belgen in Engeland werden in het begin maar weinigen bereid gevonden voor een speciale opdracht. Soms gebeurde het dan wel dat een agent werd gerecruiteerd die niet de vereiste karakterstrekte had. In september 1941 werd de Belgische SOE-agent Guy Stinkelhamber geparachuteerd met een sabotageopdracht. Stinkelhamber en zijn radio-operateur Marcel van Impe vestigden zich na hun landing in Astiers, in de buurt van Dinant, bij de familie Binet. Op 13 februari 1942 stuurden zij vanuit Brussel een belangrijk telegram naar Londen. Door een onhandigheid van de operateur raakte de zender beschadigd. Op de valreep kon Londen aan Stinkelhamber nog het adres geven waar een andere radio-operateur verbleef, die hem zou kunnen depaneren. C'est une situation inextricable, mais il prend alors la résolution de se rendre à l'adresse qui lui a été communiquée par Londres. Retenez bien cette adresse, chez une certaine Simone ou Yvonne Toussaint, 43 rue Frère Damien à Evere. Il envoie un mot par porteur à l'adresse indiquée, réponse lui fixant rendez-vous au même endroit. Réponse mentionnant le mot de passe comprenant 2 éléments exigés par Stinkelhamber et que seuls, semble-t-il, pouvaient connaître les agents qui avaient fréquenté cette superstation secrète de Erfurt. La matinée du 13 février, Stinkelhamber fait surveiller le quartier. À 14 heures, comme convenu, il va au rendez-vous. Il reçoit discrètement le feu vert, il l'observe de nouveau, il marche sur le trottoir opposé et à un certain moment simule une autre détermination, comme s'il changeait d'avis, il s'éloigne d'une centaine de mètres, puis il revient sur le trottoir des numéros impairs et à hauteur du numéro 43,
Il s'arrête, il sonne. Une personne dont rien ne pouvait trahir la nationalité vient ouvrir et le prix d'entrée est de monter voir M. Campion. Il entre, il monte dans une chambre, c'était la GFP, c'était la Göhem-Feldpolizei. On doit dire que Stinck-Lambert était confiant, et peut-être même trop confiant, d'aller à cette adresse. Pourquoi? Parce que c'est Londres qui lui communique cette adresse, qui l'envoie cette adresse, qu'il reçoit le mot de passe qu'il exige, et qu'il sait qu'il va rencontrer là-bas Armand Campion, comme je le disais un instant, un autre parachutiste qui, comme lui, a été à Erfurt. Alors il entre dans la chambre, c'était là. Police allemande, c'était un piège, c'était fini. Stinck-Lambert avait en poche le code secret dont il avait besoin pour l'émission. Et Armand Campion est là également, arrêté depuis le 29 janvier, aux mains de l'Abwehr qui l'utilise et qui va s'en servir. Volontairement de sa part ou involontairement, je ne peux pas le préciser, mais il est certain que Londres, en tout cas, resta un bon bout de temps dans le cirage avant de déceler un décrochage révélateur d'un accident de parcours. Armand Campion was in augustus 1941 met een sabotageopdracht in de buurt van het Henegouwse dorp Gondrigny geparachuteerd. Hij vormde er een kleine verzetsgroep en een onthaalcomité voor het ontvangen van parachutages. Nadien ging hij bij zijn zus en broer in Everen wonen, van waar hij uitzond. Zoals ook met Terrier gebeurd is, werd de zender van Campion door de Funkabwehr gelokaliseerd. Campion werd op 28 januari 1942 aangehouden, zo ook zijn zus en broer, zijn schoonzus en nog een ander echtpaar dat in hetzelfde huis woonde. Zijn broer kwam in 1944 om in een concentratiekamp. De andere aangehoudenen uit Everen werden na enkele maanden vrijgelaten. Campion aanvaarde onmiddellijk voor de Duitsers uit te zenden. Het is mogelijk dat hij daardoor niet alleen zichzelf, maar ook zijn familieleden wou redden. Toch zijn er andere voorbeelden van agenten die niets hebben prijsgegeven en van wie familieleden niet ernstig werden verontrust. Campion deed trouwens meer dan voor de Duitsers uitzenden. Il y a plusieurs éléments, n'est-ce pas, qui permettent de dire que Campion a participé à un grand spiel ou pas un grand spiel, a participé en tout cas à collaborer à certaines actions intolérables. Je m'explique. La première, Stinck-Lambert est formel. En fonction de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu au cours de son arrestation et de ses interrogatoires, il accuse formellement Armand Campion d'être un agent double volontaire pour sauver sa peau. Vous savez, il y a eu des agents qui ont connu des situations un peu semblables, mais qui ont tout de même limité leur action de manière à ce que le boulot demeure quand même relativement honnête. Deuxièmement, il y a un rapport de la GFP qui stipule clairement que deux jours après son arrestation, Armand Campion a livré les quatre ou cinq personnes qui se sont occupées de lui, qui l'ont soigné, après son dropping en catastrophe au-dessus de Gondrigny. Et parmi ces personnes, il y en a tout de même une qui a été exécutée au tir national. Peut-être d'autres, mais en tout cas, je connais une personne. Il faut aussi considérer que entre le 1er mars et le 18-19 septembre 1942,
Armand Campion, en se servant de son code Perewick, a fait parachuter 5 opérations, pratiquement une à chaque lune, 5 opérations qui sont tombées entre les mains des frisés. Campion kwam in september 1943 om bij het bombardement van de speciale afweergevangenis waarin hij opgesloten was. Stinkel Hamber, zijn radio van Impe, Emile Binet, die hen in Hastière had gehuisvest, en nog 2 andere mensen van hun groep, werden in 1944 in Duitsland terechtgesteld. De jonge Jean Binet werd in oktober 1942 vrijgelaten, omdat zijn vader alle verantwoordelijkheid op zich had genomen, alhoewel zijn zoon actief met Stinkel Hamber had meegewerkt. Jean Binet werkte daarna voor een inlichtingsdienst, sloot zich aan bij het geheime leger en nam na de bevrijding dienst bij de dienst voor contra-informatie van het ministerie van Landsverdediging. In 1945 wachtte hem een pijnlijke ervaring. C'est d'ailleurs à cette époque que le major Levin Fosse me fit appeler par l'intermédiaire de mon lieutenant Anvers, le lieutenant Lamineur, au Shell Building pour me mettre en présence dans le sous-sol de cet immeuble en présence de 79 urnes ramenées clandestinement de Brandebourg. Et je vous signale qu'à Brandebourg, il y a tout de même eu 2000 décapitations. 79 urnes ramenées par Georges Levin Fosse et par ses hommes après une mission périlleuse, une incursion en zone russe. Paternellement, mon patron m'a dit alors, mon cher Binet, cherche l'urne de ton père. Et c'est non sans émotion que j'ai tenu entre mes mains cette urne cinéraire dont le contenu était ce qui restait de mon brave père. Et j'ai cru de mon devoir de placer là-bas, côte à côte, les 5 décapités de notre affaire. Heureux que j'étais et bouleversé que j'étais à la fois de savoir que mon appartenance aux services spéciaux de l'armée avait contribué à ce que mon père, depuis 1946, repose dans sa terre natale.